Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag maandag 13 november 2023. Ik heb even een paar dagen rust genomen, was ik ook wel aan toe, want vorige week voelde weer aan als stroop voor mij. Ik heb ook de live natuurlijk gehouden donderdag voor het eerst, de spirituele live. Die wil ik graag één keer per maand gaan doen. Ik zit er nu over te denken om 14 december donderdag weer een spirituele live te gaan houden om 4 uur. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond de onderwerpen ook heel erg leuk. Je kunt hem nog terugkijken op mijn YouTube kanaal, op live klikken. En dan zie je de link voor de spirituele live van afgelopen donderdag. Dus daar komt, die komt weer terug. Waarschijnlijk donderdag 14 december om 4 uur weer 's middags. Dus dat zal ik je natuurlijk te zijnder tijd even laten weten uiteraard. Ik was in ieder geval heel erg blij met iedereen die erbij aanwezig was. Deze week ga ik dinsdagavond weer live 7:30 en vrijdagochtend om 11 uur. Dus en dat zullen weer de gewone live zijn waarin ik ook naar actualiteiten ga kijken. Nou, ik doe dit eigenlijk nooit. Tenminste, ik ben niet iemand die dingen aan gaat prijzen. Maar dit is mij toegestuurd, geheel vrijblijvend. Dus het was aan mij of ik het wilde gaan delen of niet. Ik word hier dus niet voor betaald, maar ik vond het hartstikke leuk om dit te ontvangen van Jolien Balhaus. Ik ken haar eigenlijk persoonlijk niet, Jolien, maar we hadden gewoon contact via de e-mail. En ze heeft me dit toegestuurd. Dat is een boekje dat ze zelf gemaakt heeft voor kinderen. Maar volwassenen zullen hier ook heel veel plezier aan beleven. Ik vond het heel leuk om te lezen. De geheimen van Aquarius, dus van Jolien Balhaus. En dit gaat over een visje Nova. En het is gewoon heel interessant. Het is eigenlijk ook een spiritueel verhaal. Maar er zitten ook heel veel dingen in die nu gewoon gaande zijn in de wereld de afgelopen 4 jaar. Wat er gebeurd is, je zal veel herkennen, laat ik het zo stellen. En het is gewoon heel mooi op een makkelijke manier, toegankelijke manier, ook voor kinderen. Heel begrijpelijk. En ik denk dat zelf volwassenen dit ook heel erg leuk zullen vinden. Dus ik wilde hier nog even de aandacht bij vestigen. Misschien een leuk cadeau hè, met de komende feestdagen. Daar zitten ook kaartjes bij. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. Ik ben dol op kaartjes. Op die kaartjes staan eigenlijk dingen, bepaalde opdrachten die je zou kunnen doen. Ik laat er eentje even zien. Dat is de kracht van kleur. Van hoe zie je kleuren? Hoe voelt dat dan voor je? Als je een wens mag doen, wat zou je hier dan nog in willen veranderen? En je hebt op alle kaartjes staan van alles en nog wat. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal laten zien. Maar er zijn ook dingen worden uitgelegd. Dit is... Komt wijsheid van binnen of van buiten? Zit dit in je hoofd of in je hart? Het is eigenlijk gewoon voor volwassenen en kinderen is dit gewoon heel erg leuk. Dus ik kan dit echt aanraden. Daarnaast is er ook nog in het boekje een nawoord van Amy Angel Kwedi. Dat is een Belgisch meisje. Sommigen zullen die ook wel kennen. Voor op Facebook heeft ze allemaal verhalen die ze ook plaatst. Ook heel interessant. Dus ik vind dit, wil dit even onder de aandacht brengen. Zoals ik al aangeef, ik krijg hier niets voor. Maar ik vind dit wel, als mensen zelf dingen doen en initiatieven tonen, vind ik dat ook heel erg leuk om dat ook op deze manier te ondersteunen. Dus ik zal in ieder geval onder deze video even een link, in ieder geval niet een link, want volgens mij zal YouTube daar weer moeilijk over doen. Maar wel zal ik gewoon even haar naam en ook de titel en dan ook even haar website uit elkaar halen. Zodat je, als je interesse hebt, natuurlijk haar zou kunnen vinden en het boekje zou kunnen vinden. In ieder geval in deze video wil ik gaan kijken naar de digitale... Portemonnee, de euro, de EU, is blijkbaar eindelijk tot een soort, hoe noem je dat, final agreement. Dus ze zijn nu eindelijk eruit gekomen hoe ze dit willen gaan inzetten met het Europese parlement. Dit is een artikel van 8 november 2023. En dat staat ook in dat dit dus gebruikt gaat worden, dat je dus dan kan inloggen ook op online platforms zoals Amazon, Booking.com en Facebook. Daar kan je dan ook heen via deze digitale wallet. Dus ik heb een beetje het gevoel dat hetzelfde is als een DigiD hier eigenlijk in Nederland. En in andere landen heb je natuurlijk ook weer verschillende manieren om dan in te loggen. Dus dit wordt eigenlijk de manier om je helemaal volledig te volgen. En we weten, ik heb hier al vaker naar gekeken, dat ze dit natuurlijk gewoon gaan uitvoeren. Want daar gaat het natuurlijk om, bij hun, om dit er doorheen te krijgen. Dus het is niet raar dat dit er zo even doorheen geduwd wordt. Ik had volgens mij ook al aangegeven, dat doen ze, maar wij zijn er zelf bij. Ik zie dit niet echt van de grond komen, toen de tijd. Maar
Het is alweer een tijdje verder. Ik wil gewoon even in de energie gaan kijken hoe het nu zit met die digitale euro of met die wallet. Hoe je het ook mag noemen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het gaat dus om een digitale identiteit. En dan het liefst nog een Europese, waarin alles natuurlijk samenkomt en ze je volledig kunnen volgen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat ze van contant geld af willen komen. We gaan even kijken wat de energie daar nu van is. We hebben hier de page van zwaarden. We hebben de koningin van pentakels als centrale kaart. We hebben staven 2 in het verleden. We hebben zwaarden 2 onder de koningin van pentakels. We hebben ook de koning van bekers voor de toekomst en de gehangene. Nou, dit vind ik heel interessant, want we hebben hier dus 3 kaarten. Allemaal stilstand. Dit zijn eigenlijk allemaal kaarten waarin ja, degene er stilstaat, er geen activiteit. Deze mevrouw die staat, hè, die heeft er zwaard gekruist, doet ook niet veel anders. De gehangene die hangt maar. Dus voor mijn gevoel, en zeker als ik dit nu bekijk, dit is natuurlijk ook in het verleden, dus het duurde ook even voordat dit echt dan ingevoerd zou worden. Ze zijn het er nu nog steeds niet helemaal eens hoe ze het precies gaan invoeren. Kijk, dat er nu tot een soort overeenkomst gekomen is, wil nog niet zeggen dat dit dan morgen al helemaal klaar ligt. Uiteraard zullen ze hun voorwerk al gedaan hebben, want dit is natuurlijk ook een van hun agendapunten. Maar ik heb het gevoel, zeker met ook de koningin van pentakels, dat het nog wel even zal duren, bij wijze van spreken, voor dit echt uitgerold gaat worden. Er komt nog meer informatie over naar buiten. Er zal steeds meer informatie. Want kijk, ze willen ons natuurlijk ook een bepaalde hoek induwen. Maar als ik deze twee bekijk voor de toekomst, ja, dan hangt het weer stil. Dan komt er eigenlijk geen beweging in. Dat is mijn gevoel de hele tijd al bij waar ze mee aankomen. En het is leuk dat ze allerlei dingen tekenen en allemaal overeenkomsten. En het is belangrijk dat mensen dit naar buiten brengen. Dus die informatie daaromtrent is heel belangrijk dat mensen zich dit realiseren. Steeds meer mensen op een grotere schaal. Dit zal mensen ook bij elkaar gaan brengen. Meer verbinding onderling van dit willen we dus niet. Maar uiteindelijk kunnen ze tekenen wat ze willen. Wij zijn degene die erin meegaan of niet. Het is hetzelfde met die pas waar ze natuurlijk ook mee aankwamen hier in Nederland. Ook in andere landen. Ik heb er gewoon niet aan meegedaan. Heel simpel. Dan ga ik niet een restaurant in. Dan doe ik er gewoon niet aan mee. En uiteindelijk is dat ook hier in Nederland komen te vervallen. En eigenlijk overal in alle landen. Er waren wel landen waarin dit veel strikter was. Maar wij zijn degenen die meedoen of niet. Dus je kunt nu, ik snap heus wel dat mensen er heel bang voor zijn. Ja, maar dan kan ik zo meteen dit niet en dan kan ik zo meteen dat niet. Dat zou kunnen gebeuren en daarin mag je ook je keuzes maken. Maar als je nu al je energie gewoon gaat neerzetten, nou ik doe er gewoon niet meer mee, dan is dat wel heel krachtig in de energie, want ze hebben onze energie nodig om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Daarom is die energie zo belangrijk. Daarom benadruk ik altijd van, kijk naar je eigen kracht. Kijk wat je zelf kunt doen qua energie. Je doet er gewoon niet aan mee. Dat is een hele belangrijke trillingfrequentie die je dan uitstraalt. En ik snap dat een heleboel mensen dat misschien nog te vaag vinden van, nou, wat gaat dat nou uithalen? Maar wij zijn spirituele wezens in een menselijke ervaring. Dit is een spirituele oorlog. We gaan hem dan ook op spirituele vlak winnen. Of waarschijnlijk hebben we hem al gewonnen. Het is maar net hoe je het ziet. Door onze energie terug te nemen. Door hier gewoon niet meer aan mee te doen. Ze kunnen tekenen wat ze willen. We doen er gewoon niet aan mee. Maar zoals ik al aangeef. Ik zie hier weer 3 kaarten van stilstand. In de toekomst ook. Nou, de gehangene. Die hangt stil. Die hangt gewoon ondersteboven. Dus ik denk dat dit gewoon meer is dat er weer wat dingen naar buiten komen. Dat dit ook belangrijk is voor mensen om te realiseren dat dit gebeurt. Dus het is wel belangrijk om dit ook gewoon te delen en onder de aandacht te brengen. Want het wordt steeds duidelijker, het wordt steeds zichtbaarder waar ze naartoe willen. En zoals ik al aangeef, mensen moeten dit ook gaan ervaren. Of in ieder geval voelen of zien dat dit ook echt gaat gebeuren. Voordat ze in actie gaan komen. In ieder geval een hele grote groep mensen. Niet iedereen uiteraard. Maar voor mijn gevoel staat het al aardig stil. Ik zie dit niet echt van de grond komen. Kan heus dat ze het in gaan voeren. Dat ze het al klaar hebben liggen. Maar als we er niet aan meedoen, dan houdt het, dan houdt het op. En ik wil natuurlijk ook even deze week gaan kijken. Wat is deze week de energie?
kijken. Oh, kijk, de 4 van bekers. De 2 van pentakels. En de kluizenaar. Advies, kracht. Oh. Staven 5. En zwaarde 5. Het is volgens mij een pittige week. Dit is ook een beetje een week van afzondering en onvrede. Dit is altijd een kaart voor onvrede. Dingen worden naar buiten gebracht waar mensen gewoon helemaal niet blij mee zijn. Het is een beetje eb en vloed. Dat zie je ook op de achtergrond op deze kaart. En de heremiet is ook het terugtrekken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat er een heleboel naar buiten gaat komen. Waar mensen gewoon helemaal niets mee willen. Niets, maar waar ze gewoon neidig om worden. Wordt natuurlijk nu ook, hoe noem je dat, die verhaallijnen worden nu natuurlijk ook steeds extremer. Juist om die reactie bij mensen te veroorzaken. Maar de komende week kunnen er dingen naar buiten komen die, waarbij mensen of de mensheid best nog wel eens eventjes echt het gevoel hebben, waar zitten we nu eigenlijk in? Dit is dus eigenlijk ook niet voor degenen die hier al een hele tijd mee bezig zijn. Dus realiseer dat ook, dat alles wat er naar buiten komt, het meeste is niet meer voor ons, voor degenen die al weten wat er gebeurt. Ik zie dus ook dat er wel wat in balans gaat komen, maar de kluizenaar geeft me aan dat dit best een teruggetrokken week gaat worden. Het klinkt een beetje raar, maar een week waarin het meer naar binnen ook gericht is. Ik denk dat dat ook heel, heel belangrijk is. Uiteraard is het werk wat we er van binnen doen. Maar ik denk, als ik het zo kijk op wereldvlak, wat er komt gewoon dingen naar buiten waar mensen absoluut niet tevreden over zijn. Er komt wel iets wat balans, maar het is denk ik ook dat een heleboel mensen eigenlijk zich volledig in de kou voelen staan door de overheid, door wereldwijd wat er aan het gebeuren is. Mensen zijn zich aan het terugtrekken, mensen hebben er ook genoeg van, zijn er ook helemaal mee klaar. Dus ik denk dat deze week wordt benadrukt en dat we dat ook gaan ervaren. Zeker als ik naar het advies kijk, kracht, in je kracht staan. We hebben staven 5 en zwaarde 5. Nou, dit zijn pittige kaarten. Je ziet hier ook verdeeldheid. Ik denk dat er meer negativiteit, dat het gewoon steeds voelbaarder gaat worden. Dat merkte ik in ieder geval ook vorige week. Ook gewoon niet alleen in mezelf, maar ook in de omgeving. Mensen hebben kortere lontjes, daar heb ik het al vaker over gehad. En daar krijgen we nu steeds meer mee te maken. Dus dat ook in jezelf. Kijk dus wat er in jezelf omhoog komt. Hè. De een heeft er meer last van dan de ander. Het brengt je altijd in je kracht. Dus als je je innerlijke verdeeldheid, als je daarmee kunt leren omgaan. Het gevoel van welke delen van jou, hè, de controle hebben. De negativiteit die misschien nog in jezelf hebt. De duistere stukken. Heel belangrijk om die nu ook aan te gaan pakken. En steeds meer onze krachten te gaan staan. Dat is eigenlijk ook het advies. Maar ik denk dat het gewoon een pittige week ook gaat worden. Ik voel wel dat de energie anders is dan vorige week. Maar ik heb het gevoel dat het een beetje doorstroomt of voortborduurt op vorige week ook. Als het goed is hebben we natuurlijk nu vandaag ook de nieuwe maan in Schorpioen. Nou, Schorpioen is ook vaak wat heftigere energie, transformatie. Heeft met Pluto te maken. Ik denk dat we wat dat betreft gewoon persoonlijk vrij heftige. Dus er kunnen gewoon stukken omhoog komen. Er kunnen ook dat je problemen in je omgeving hebt of met je familie. Dat er allerlei botsingen ontstaan. Dit zal je uiteindelijk weer in je kracht brengen. En op wereldniveau komen er dingen naar buiten waar mensen gewoon echt helemaal niet tevreden mee zijn. En een heleboel mensen zullen zich steeds meer afkeren van overheden, van instanties. En ik denk dat deze week daarin steeds verder, dat die breuk steeds verder gaat. Dat zien we nu al gebeuren, dat steeds meer mensen wegkeren van wat er gaande is. En dat zal zich voortzetten deze week. Nou, hopelijk tot een volgende video. Dag!